De politie zal bij roadblocks extra letten op illegale wapens. Dit zei politiecommissaris Rishi Akal vandaag tijdens een persmoment van de politie op het hoofdkwartier van de Nieuwe Haven. De functionaris stelt dat een opmerkelijk aantal vuurwapens in beslag is genomen de afgelopen tijd. De opmerking die wij willen maken is dat dit een griet is uit de file in beslagname. Dus er zijn veel meer illegale vuurwapens dan we vuurwapens in beslag genomen. Waarmee er dus strafbare feiten zijn gepleegd. En conform natuurlijk de gebruiken bij strafvordering onderzoek, zal er onderzoek worden verricht op deze wapens in hoeverre zij betrokken zijn geweest bij mogelijke strafbare feiten. Elk wapen, illegaal wapen dat in die samenleving is, is eigenlijk één te veel. En de politie zal dus hun acties, de verschillende roadblocks, de verschillende controles, op de controleposten, maar ook tijdens de surveillance, specifiek letten op dit soort zaken. De politietopper wijst erop dat de verscherpte acties allemaal gericht zijn op het preventief beleid. U zult ook gemerkt hebben dat er verschillende interventies worden gepleegd en strategieën zijn uitgewerkt om, laat zeggen, de slagkracht van de politie en de veiligheidsdiensten te vergroten. U zult gemerkt hebben dat er ook meer politie over straat is. We hebben 271 politieambtenaren opgeleid. Die hebben de opleiding succesvol afgerond en die zijn direct beschikbaar gesteld voor de operaties. Wat wij willen benadrukken, en ik weet dat dat speelt, het wordt gezegd in de samenleving, er zijn uitdagingen. De politie die heeft uitdagingen, maar we doen het met wat we hebben. U ziet de collega's, de resultaten gezien. De collega's zijn gemotiveerd, wij zijn gemotiveerd, de teams werken samen, nauw samen en u merkt de resultaten. We zijn er nog niet, maar wij zullen niet slapen. Wij zullen alle interventies plegen om Suriname veilig te maken. Akal geeft aan dat de resultaten die de verschillende eenheden hebben geboekt, komen door analyses en strategisch werk. Ook informatie vanuit de samenleving heeft geholpen, merkt de commissaris op.